De ambassadeur van de Republiek Azerbeidzjan, Elkan Polikov, heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan onderwijsminister Lilian Verrier. Azerbeidzjan wil samenwerken met Suriname op het gebied van onderwijs, waarbij Surinaamse studenten de gelegenheid zal worden geboden om in Azerbeidzjan te studeren. Het gaat om beurzen op het gebied van olieraffinage, kunst, architectuur, toerisme en management. De studenten die gebruik zullen maken van de beurzen zullen eerst 6 maanden de taal moeten leren voordat zij met hun studie beginnen. Minister Verrier vindt dat studenten ook in minder bekende landen kunnen gaan studeren. De minister zal er werk van maken om studenten die een studie in Azerbeidzjan willen doen te selecteren, zodat ze tijdig daar zijn en de taal ook kunnen beheersen. De beurzen zijn op bachelor- en masterniveau.